het gemakkelijker om in iets te geloven en niet in iemand. Omdat ik heb, soms heb ik wel zo'n keer een houvast of zo nodig, maar het is niet dat ik echt tot de persoon richt en zeg van waarom doe je dat niet of wil je mij helpen met dat of ik heb hulp nodig, kan jij zeggen wat het is? Want bidden, ik vind dat een beetje raar, want mensen die spreken tot God, maar ze krijgen geen antwoord. Dus dat vind ik eigenlijk maar raar. Allee, ik bid soms zelf ook wel, maar niet echt bewust. Ik zeg soms onze vader wel mee, maar het is niet dat ik daar echt veel betekenis achter zit. Geloof, ja, wat denken mensen soms? Denken mensen soms aan iemand? Ze denken aan extremisten. Ja, ze denken aan iets of iemand, want veel mensen hebben een houvast, ja, echt wel een houvast nodig. Soms is dat een persoon en die bidden dan tot die persoon. Soms is er dan zo een wonder en dan zijn ze heel blij dat hij geantwoord heeft, maar soms antwoordt hij niet en dan vraag ik mij af, wat doen de mensen dan? Want ze krijgen geen antwoord en dan zitten ze daar en ik weet niet, ik vraag me dat af, want zelf doe ik dat niet veel, dus ik heb dat eigenlijk nog nooit echt meegemaakt. Maar het wel een goede opmerking van, wat doe je als God niet antwoordt? God lost je problemen niet op. God helpt me. Dat is zo van gelijk. Moet dat zeggen? Ja, maar hoe helpt hij dan? Nee, maar het is gelijk rot. Oké. Hoe helpt hij? Stel je voor, neem je een keer eens een roetkapje. Moest er gewoon iemand gezegd hebben, blijf op het pad. Het is nog steeds haar eigen keuze. Ga je op het pad, ga je niet op het pad. Maar gewoon iemand die zegt van, hé, blijf op pad. Gewoon iemand die dat... Maar hoe zegt God dat dan? Want je krijgt geen antwoord. Hoe? Hoe zegt God? Meestal, de meeste mensen zeggen dat God altijd in toevalligheden zich bevindt, maar ik denk ook soms dat God een beetje, ik zeg niet God is uw geweten, maar God zal misschien zo soms, dat is een beetje zoals geliefd, denk ik. Ik denk niet dat dat God is, maar ik denk wel dat als God ergens invloed op heeft, het zal uw geweten zijn. Dus ik denk dat zo God een invloed heeft als dat antwoord op uw vraag is.